Koning opent nieuw gebouw Radboud UMC. Lars wil de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar hebben. En weerbaarheidstrainingen in het kader van de Week tegen Pesten. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Het is al enige maanden in gebruik, maar donderdagochtend werd het nieuwe hoofdgebouw van het Radboud UMC feestelijk geopend. Niemand minder dan koning Willem-Alexander mocht deze taak vervullen. Hij mocht een groot lint doorknippen met een verbandschaar. Nu is zo'n ceremonie voor de koning natuurlijk business as usual. Maar voor de medewerkers van het Radboud UMC was het toch echt wel een speciale dag. Wat komt er allemaal bij kijken en vooral waar praat je over als de koning op bezoek komt? De koning op bezoek krijgen gaat niet zomaar. Het Radboud UMC had hem uitgenodigd om het hoofdgebouw te openen, maar daar waren wel flink wat voorbereidingen voor nodig. Nou, bij de organisatie van zo'n bezoek en waar dan de koning bij is, allereerst volgt er dat je een programma gaat maken. En dat programma moet ook nog weer door het koninkhuis bekeken worden. Hè. Wat wij voorstellen is dat akkoord. Dus dat vraagt het een en ander. We hebben het allemaal kunnen zien. Wij dragen de mondkapjes hier in de klinieken. Dat bepaalde ook een beetje de keuze van, ja, hoe doen we zo'n opening dan? Jullie willen ook allemaal filmen en foto's maken. En dan ziet het er niet zo gezellig uit van tevoren. Dus wat dachten we, nou, dan moeten we iets buiten doen. Een van die mensen die met de koning mocht spreken was Celine van der Weert. Zij is artsonderzoeker op de KNO-afdeling. Ja, het was sowieso heel leuk. En ik was ook heel verbaasd dat het gesprek met de koning zo natuurlijk verliep eigenlijk. Hij stelde hele goede vragen en het was ook gezellig. En grappig. De koning heeft vandaag ook een patiënt bezocht. Nou, dat weten wij natuurlijk niet 3 weken van tevoren wie dat is. He, dat weten we pas een dag van tevoren. Want we hopen toch niet dat onze patiënten hier altijd zo heel lang moeten verblijven. En dan is dat ook natuurlijk wel weer een heel leuk moment. Mensen vinden dat ook spannend. En ook op zo'n afdeling waar dat dan gebeurt. Dus dat, En was er een wc bijvoorbeeld voor de koning gereserveerd? Er wordt gewoon op de route gekeken van waar hij eventueel van faciliteiten gebruik kan maken. Dus daar wordt echt niks speciaals of aparts voor gedaan. Ik doe onderzoek naar de nazorg voor mensen die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied. En wat we onderzocht hebben is onder andere dat mensen die komen nu 5 jaar op controle, wat best wel lang is en wat ook veel vraagt van patiënten, veel stress oplevert. Maar we zien dat die tumoren vaak maar in de eerste half jaar terugkomen en daarna bijna niet meer. Dus wij doen nu onderzoek naar hoe kunnen we dan de patiënt helpen in die periode daarna en op afstand zorg leveren. Maar toen heb ik hem eigenlijk uitgelegd dat we de patiënt daar vanaf het begin al in meenemen en ook de patiënt uitleggen waar diegene zelf op kan letten als de tumor terugkomt. En we zijn natuurlijk ook altijd nog steeds bereikbaar. Nou, het was gewoon een hele bijzondere en leuke dag en ik denk dat hij het zelf ook leuk vond. Zo kwam het in ieder geval wel op mij over. Goeiedag. Vrijdag werd in het centrum van Nijmegen het festival Grondvest georganiseerd. Dit is een democratiefestival dat eens per jaar plaatsvindt. Hier kunnen mensen bij elkaar komen om te praten, stil te staan en te reflecteren en te delen over democratie. Dat de thema's van Grondvest ook bij jongeren al spelen, bewijst Lars Westra. Hij is 15 jaar oud en houdt zich sinds zijn 9e al bezig met kinderrechten. Hij strijdt op dit moment om de stemrecht van 18 naar 16 jaar te krijgen. Nou, ik zet me in voor kinderrechten en dan eigenlijk het recht op een stem, dus dat kinderen mee mogen praten aan de politiek. Het recht op een toekomst, dus dat de politiek ervoor zorgt dat wij ook gewoon nog een toekomst hebben en een aarde hebben om op te leven. En dat ze beseffen dat hun beslissingen gevolgen hebben voor volgende generaties. En tenslotte voor het recht op een kans, dus dat elk kind dezelfde kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Zelf voert hij verschillende acties uit om gehoord te worden. Nou, ik doe verschillende acties. Zo schreef ik een boek, Ons Recht. En maakte ik een podcast, Kindervisie de podcast. En ook spreek ik heel veel, zoals hier op het Grondvest, waar ik ook mijn eigen nieuwe actie mag lanceren. Ik wil een stem. Kinderen kunnen onder de 18 kunnen allemaal een kaartje sturen naar de minister. Waarin ze haar oproepen dat de stemrechtleeftijd, dus de leeftijd waarop je mag stemmen, dat die verlaagd moet worden van 18 naar 16. Ik wil dat de stemrecht naar 16 gaat, omdat ik vind dat kinderen ook een stem moeten hebben in de politiek. De politiek maakt beslissingen over ons, maar praat niet met ons. En ja, hun beslissingen hebben heel erg veel gevolgen voor ons leven. En wij mogen hebben daar geen stem in. En als je een hele bevolkingsgroep uitsluit, dan is het eigenlijk gewoon discriminatie. Westra is niet zo bang dat het stemrecht voor wat jongere mensen een slechte impact zal hebben.
Nou, ik denk dat sowieso politici in begrijpelijkere taal gaan praten, omdat ze ook kinderen moeten bereiken. Dat is natuurlijk ook voor veel volwassenen is dat goed nieuws. En waarschijnlijk zal er ook meer aandacht zijn voor onderwijs, voor klimaat, misschien voor de woningmarkt of discriminatie. En ja, als je kijkt naar scholierenverkiezingen, dus wat de afgelopen jaren al is gebeurd, dat geeft wel aan dat jongeren radicaler stemmen. Dus waarschijnlijk zullen de partijen aan de uiteindes van het spectrum zullen die groeien. Voortaan automatisch een boete als je op de Waalkade rijdt. Een eeuwenoude sauna gevonden in Lent en Wijchen krijgt een nieuwe burgemeester. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Op de Waalkade in Nijmegen zijn de aanwezige camera's geactiveerd om het inrijverbod te handhaven. Sinds het najaar van 2021 geldt er een inrijverbod voor doorgaand verkeer op het westelijk deel van de Waalkade. De camera's registreren nu 24 uur per dag alle overtredingen op deze regel. Wie het gebied toch inrijdt, ontvangt dus gegarandeerd een bekeuring en deze bedraagt 100 euro. Dinsdag zou de Hoge Raad in Den Haag een uitspraak doen over de mogelijke herziening van de dubbele moord in een café in Nijmegen. Maar die beslissing is op het laatste moment uitgesteld. De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij de Nijmegenaar Bjorn D. werd veroordeeld, kan niet in stand blijven. De zaak zou opnieuw moeten worden behandeld door het hof. Een nieuwe datum wordt snel bekendgemaakt. Er is een sauna van 3600 jaar oud ontdekt in Nijmegen-Noord. De sauna komt uit de bronstijd en bestond uit onder andere zweethutten en koudwaterbaden. Opvallend aan de sauna was dat er niet alleen hete stenen gebruikt werden, maar ook hete kleibollen. Hiervan zijn er namelijk honderden gevonden. De gemeentelijke archeologische dienst onderzoekt het gebied en het onderzoeksrapport verschijnt later dit jaar. De bouw op Veurlent gaat definitief niet door. Dat is besloten na onderzoek onder Nijmegenaren. Gezien het woningtekort wordt er wel gekeken naar een andere geschikte plaats. Nu liggen het stationsgebied en de winkelsteeg voor ogen. Of dat kan, moet nog onderzocht worden. Omdat omwonenden vaak niet staan te springen op meer woonvoorzieningen in de buurt. Renske Helmer Engelenbert is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Wijchen. De 52-jarige Nijmeegse was recent nog waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst. Daarvoor was ze ruim 6 jaar wethouder van de gemeente Nijmegen. De aanbeveling voor Helmer als burgemeester gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en naar de koning. De gemeenteraad hoopt haar op 18 november te kunnen installeren. Deze week was het de week tegen pesten. Er wordt extra aandacht gegeven aan het tegengaan van pesten op scholen. Zo gaat Hein van Brussel bijvoorbeeld scholen langs om weerbaarheidstraining te geven. We keken een dagje met hem mee. Achter jou komen, helpt om wel voorbij te kunnen gaan. Op elke school is er pestgedrag. En de kinderen die gepest worden, die hebben daaronder te lijden. Achterstand met leren, achterstand met omgaan met kinderen. Je ziet ze op een andere manier in de groep zitten. En ja, die nemen het mee naar huis en die nemen het uiteindelijk weer mee naar school. Kinderen kunnen dan niet zo goed functioneren als dat ze normaal kunnen. Vroeger heeft Hein zelf ook te maken gehad met pestgedrag. Ik heb het allemaal over me heen gehad. Ze hebben me geslagen, schop, bespuugd, noem maar op. En uiteindelijk ben ik aan het trainen gegaan, vechtsporttraining. Dat is de reden geweest dat hij weerbaarheidstraining geeft op school. Maar wat wordt er precies gedaan? In de cursus behandelen we het stukje stevig staan in je schoenen. Leren respect voor elkaar te hebben. Omgaan met pestgedrag. Dus als jij het ziet, durven zeggen tegen een ander, hey, waarom doe je dat? Of dat moet je niet doen. Wat vinden de kinderen zelf van de week tegen pesten? Het is wel belangrijk dat mensen niet worden gepest, omdat dat kan heel gevoelig zijn en dat gaat met de rest van je leven mee. Ik vind dat wel goed voor kinderen die worden gepest. Kinderen kunnen geholpen worden en niet meer gepest worden. Ik vind het wel leuk dat ze dat doen tegen pesten. Ik leg ze vooral uit wat de bedoeling is van de lessen en dan ga ik de vragen stellen. En aan de hand van de vragen, dan zie je meteen de karakters van bepaalde kinderen die er bovenuit steken. Nou, en aan de hand van wat er op me afkomt, pas ik de lessen aan, waardoor alles wat er in zo'n groep speelt, uiteindelijk in de lessen behandeld wordt. Hij hoopt door middel van de trainingen te bereiken dat niet alleen wat wij draaien, maar ook alles wat er op scholen gedaan kan worden, ingezet wordt om ervoor te zorgen dat het pestgedrag, het zal nooit lukken, maar dat het pestgedrag naar een nul niveau komt. Dat er geen pesten meer voorkomt. Dat zou mooi zijn. Vogels die vogels verjagen. Bij de afvalcentrale ARN in Weurt hebben ze vaak te maken met meeuwen en kraaien die overlast veroorzaken. Om deze weg te jagen zet het afvalverwerkingsbedrijf wekelijks een valkenier in.
ARN is een afvalverwerker, dus we krijgen veel afval binnen en ja, dat trekt onder andere vogels aan en die kunnen tot overlast zorgen en dat willen we voorkomen. Nou, vogels die kunnen bijvoorbeeld stukken plastic oppakken of glas oppakken weer laten vallen op een andere plek. Valkenier Ilke Tieleman zorgt er al zo'n 3 jaar voor dat deze overlast nauwelijks nog plaatsvindt. Nou, ik kende vroeger iemand die valkenier was en zo ben ik eigenlijk er een beetje ingerold. Een valkenier die traint roofvogels waar hij mee op jacht gaat. Een havik en een slechtvalk is dat. En deze woestijnbuizel die ik hier heb, die wordt ingezet voor de vogeloverlastbestrijding. Als er op het moment geen vervelende vogels te verjagen valt, zoals woensdag het geval was, heeft de valkenier tijd om wat kunstjes te laten zien aan basisschoolleerlingen. Tiedeman denkt niet dat zijn woestijnbuizerd ooit wegvliegt. Het kan wel eens zijn dat ze ergens van schrikken en dan kunnen ze uit het zicht raken. Ik weet niet of je het hier ziet, hier zit een zendertje op. En daarmee kunnen we de vogels altijd weer terugvinden. Dus stel dat hij hier over de stort heen vliegt en hij raakt uit het zicht, dan kunnen we de vogels weer door middel van de zender terugvinden. Maar echt weggaan, dat niet. Nee. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Zo meteen kun je kijken op RN7 naar een verslag van het Divers Festival dat onlangs plaatsvond in het Land van Ooi. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe uitzending. Tot die tijd blijf je op de hoogte van het Regio Nieuws via onze website en app. Nog een fijn weekend.